Hey Waterman, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand mei. Zo, we gaan even kijken welke boodschappen er op dit moment belangrijk is. Wat er allemaal aan de hand is voor het collectief De Waterman. En even zien welke boodschappen dan er naar voren mogen komen voor het collectief De Waterman. Er is naast mij een feestje. Het kan zijn dat het misschien gaat horen op de achtergrond. Welke belangrijke boodschappen mogen er naar voren komen voor het collectief De Waterman? Wat is er aan de hand voor het collectief De Waterman? Spirit Angels en Guides. Collectief Waterman. Zo. Oké. Goed, Waterman. Het kan zijn dat je op dit moment in een uitzichtloze situatie zit. Misschien heb je te maken met een schorpioen. Maar dit, ja, mijn hond is nu aan het blaffen, maar omdat er hier een feestje is. Hij is wat afgeleid. Ik hoor dat tot boven. Dus hopelijk stoort jullie dit niet. Opnieuw. Oké, er is iemand aan het transformeren. Sorry, ik ga het niet meer uit mijn woorden. Oké, je hebt te maken met een bepaalde persoon die op dit moment aan het transformeren is. Dit is iemand die eigenlijk een muur rond zich heeft gebouwd, maar die nog diep van binnen gelooft in de liefde. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die enorm gekwetst geweest is, waarvan er ook heel veel negativiteit is geweest. Maar daar gaat een bevrijding in komen. Dit is iemand die uiteindelijk wakker gaat worden, bewust gaat worden, een awakening gaat ervaren, waardoor dat er uiteindelijk wel een tweede kans ligt. Dus iemand gaat wel bewust worden, schorpioen, boogschutter energie. Deze persoon gaat bewust worden, wakker worden en gaat een nieuwe kans, een tweede kans met u willen, waardoor dat deze persoon de liefde gaat willen uiten vanuit de intuïtie, vanuit het gevoel, vanuit het hart, de emoties eigenlijk. Transformatieproces is altijd met pieken en dalen. Het is niet altijd geestig, zeker niet. Maar een transformatieproces houdt ook in, eens je daaruit komt, gaat je intuïtie ook groeien. Dus het kan zijn, Waterman, dat jij op dit moment in een transformatieproces zit, waarvan er heel veel negativiteit is geweest, waardoor dat jij bewust en wakker gaat worden. Waardoor jij meer naar je hart en naar je intuïtie gaat luisteren. Maar het kan zijn dat je natuurlijk te maken hebt met deze soort energie. Dus we gaan een keer clarifyen en we gaan kijken wat er meer mag uitkomen. Hij is daar, ze met een blaffer. Ja, ja, kijk maar. Hij staat nu zo dom te kijken naar mij. Zo, we gaan even kijken wie dat hier zo geblokkeerd zit. Het is echt iemand die al heel veel watertjes heeft doorzwommen, die eigenlijk al heel veel heeft gevochten in zijn leven. Maar het is geen opgever. Misschien ben jij het wel, hè, Waterman. Oeps. Dan weer over Knight of Wands. Het is echt iemand met heel veel kracht, hoor. Je hebt hier wel te maken met iemand met zeer veel kracht. Dit is eigenlijk iemand die uiteindelijk verandering wilt. Deze persoon is ook aan het transformeren. Het kan zijn dat jullie beiden aan het transformeren zijn. Of deze persoon zit echt in een huge transformatieproces. Dit is iemand die uiteindelijk wakker gaat worden om al de shit achter zich te laten. Die gaat varen naar kalme waters, waar het geluk ligt. Nieuwe deuren die open gaan, veranderingen die binnenkomen.
problemen, situaties vanuit het verleden die losgelaten gaan worden. Dus er is een einde geweest in het verleden. En deze persoon wil effectief verandering. Deze persoon wil echt de shit achter zich laten. Zit daar nu op dit moment middenin. Ik wil nog één boodschapje. Het kan zijn dat je te maken hebt met een hele sterke schorpioenenergie. Nu natuurlijk, waterman, schorpioen, stier, leeuw, dat zijn vaste tekens. We houden niet zo van veranderingen. We willen altijd vertrouwd blijven aan hetgeen wat we vasthouden. Maar dit is toch iemand die er toch wel alles gaat aan doen om veranderingen door te voeren eigenlijk. Dus deze persoon gaat effectief wakker worden en gaat echt aan zichzelf werken om echt veranderingen door te voeren. Dit is iemand die echt moeite wil doen, wil investeren. Misschien gaat deze persoon meer gaan sporten. Kan het zijn, waterman, dat jij het bent, dat jij in een volledig transformatieproces zit, dat jij heel veel watertjes hebt moeten doorzwemmen, heel veel hebt moeten vechten in je leven, waarvan jij nu wakker bent geworden. Waarvan je nu zoiets hebt van, kijk, ik haal die shit en die negativiteit dat rondom mij, in mijn hoofd, het mentale, ga ik gewoon allemaal achter mij leggen en ik ga gewoon puur aan mezelf werken. Sommigen onder jullie gaan wel beginnen sporten. Anderen onder jullie gaan op andere manieren gaan investeren, maar er gaat hier moeite gedaan worden. Ik heb heel sterk het gevoel dat hij hier echt werk in gestoken worden voor veranderingen. Iemand is klaar voor veranderingen door die transformatieproces. Het zonneke gaat beginnen schijnen. In de reading, hè. Hier is het al, weer een grijs weer. Ga een keer kijken. Ja, er komt karmische gerechtigheid. Deze persoon heeft echt wel een moeilijke tijd achter de rug. Of zit er nog even middenin. Maar dit is iemand die het gaat overwinnen. Er gaat balans komen. Er komt balans in deze situatie. Deze persoon gaat echt het licht zien. Gaat de waarheid zien. En gaat zich opnieuw vrij gaan voelen. Waardoor dat er karmische gerechtigheid gaat komen. Balans. De weegschaal gaat in balans komen. Er gaat een situatie, wat er ook mag geweest zijn, gaat effectief in balans komen, waardoor dat deze persoon een nieuw leven wilt. Andere wegen dienen eraan, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Dit is eigenlijk de start van iets nieuws. Dus mocht je te maken hebben met een bepaalde persoon, deze persoon is echt heel hard aan zichzelf aan het werken. Misschien probeert deze persoon zich kwetsbaar open te stellen. Probeert situaties vanuit het verleden achter zich te laten. Want dit is echt iemand die de plooien wil gladstrijken. Die een nieuw leven wilt inblazen. Die een nieuwe start wil. Die nieuwe kansen wilt. De start van iets nieuws. Maar misschien ben jij het, hè, waterman. Dus neem wat dat resoneert. Oké, deze wil er effectief uit. Kreeftenergie. Misschien moet deze persoon een kreeftenergie achter zich laten of je hebt te maken met een kreeft. Hoeft natuurlijk niet, maar er leidt je wel een zorgzame energie, een gevoelige energie. Een keer verder kijken. Want dit is iemand die effectief wegstapt van een bepaalde situatie, van een negatieve situatie. Maar ook van wegstappen van het mentale, de scenario's in het hoofd, die conflicten in het hoofd, die zelfsabotage, eigen scenario's, negatief denken. Dit wordt eigenlijk volledig achter zich gelaten, samen gepaard met een transformatieproces. Ik kan u wel zeggen dat dit wel een heftige energie is voor deze persoon. Maar het is geen opgever. Wapens zijn nog niet neergelegd. Oeps.
Ja, het kan. Kijk, ik heb heel sterk het gevoel, het is iemand die enorm gekwetst geweest is. Het is iemand die een situatie heeft meegemaakt met een persoon die volledig oneerlijk was. Iemand die totaal niet te vertrouwen was. Iemand die de lessen totaal niet leerde. En deze persoon heeft, dus hoe ga ik het uitleggen? Uw persoon heeft dit meegemaakt met zijn haar persoon toen destijds. En die persoon, dus laten we dan zeggen, persoon C dan, jij bent A, uw persoon B, en laat dan persoon C, heeft energetisch uitgestuurd naar persoon B, laat mij alsjeblieft los, ga verder, laat mij los, ik leer mijn lessen niet. Vandaar dat deze persoon B dan, alles probeert los te laten, tot een einde te brengen, achter zich te laten, de situatie in balans laten komen, hard werken aan zichzelf, zodat die waarschijnlijk misschien naar u toe zou kunnen komen. Misschien heb jij deze situatie meegemaakt, heb jij gewoon meegemaakt met uw persoon dat die volledig oneerlijk is geweest, waardoor dat je niet anders kon van ik moet verder en ik moet die transformatieproces laten doorvoeren. Maar ik heb meer het gevoel dat je dit hebt te maken met een bepaalde persoon. Ik ga een keer verder kijken, want er komt sowieso karmische gerechtigheid. Er is een einde. Het is een einde. Die persoon kan niet meer terug. Ja. Het kan zijn, mocht jij te maken hebben gehad met deze persoon die in deze situatie zat, het was gewoon tussen jullie wrong time, wrong place. En deze persoon werd heel hard aan zichzelf. Ik zie wel voor sommigen onder jullie, ben jij het die enorm is gekwetst geweest? Ben jij het die alles moet gaan transformeren, achter zich laten, die situatie in balans moeten brengen van een schorpioen, van een kreeft, kan van een boogschutter zijn? Als jij in deze energie ligt, dan ligt er wel een nieuwe liefde voor u. Er komt iemand nieuw op je pad. Sowieso weer al transformatieproces. We gaan een keer verder kijken, zien wat er nog meer mag uitkomen. Het kan zijn dat deze persoon echt wel een tweede kans gaat willen. Dit is iemand die echt zo'n judgment call gaat krijgen. Weer heel sterk kreeftenergie, ramenergie. Met opnieuw de judgments. Wauw. En de devil with the strength. Wauw. En de hierophant. Grote arcanas. Hier gaan hele grote veranderingen plaatsvinden. Dat gaat echt een hele grote impact hebben. Kan wel als een shockmoment ervaren worden, maar de grote impact, de grote veranderingen, wat het ook mag zijn, brengt van positiviteit, vooruitgang, stabiliteit, samenwonen, verloven, huwelijk. Dat is heel mooi. Twee mensen die samen iets gaan vieren. Sommigen onder jullie gaan verhuizen. Na de transformatieproces, nadat de negativiteit is uitgezuiverd, want de plooien gaan gladgestreken worden, je krijgt een tweede kans van hierboven. En er ligt hier effectief een verhuis naar een andere woning. Sommigen gaan zelfs een andere auto kopen. Het is heel succesvol. Het is echt stabiliteit, structuur, succesvol. Feest vieren, eindelijk doelen herhaald. Maar we zijn er nog niet. Maar we hebben al doel A, B tot C gehaald. En we moeten nog D, E, F halen, bijvoorbeeld. Want er ligt hier echt wel keuzes ook. Iemand gaat wakker worden. Iemand gaat duidelijk wakker worden. Iemand gaat duidelijk een tweede kans willen. Om succesvol vooruitgang te boeken. Het kan een ram, een kreeft of een schorpioen zijn. En we hebben hier ook kreeft. Hè. Het kan zijn dat deze persoon eerst iets achter zich gaat moeten laten. Zodat dit hier eerst gaat moeten komen. En dan een keer dieper op ingaan. Want er gaan geen overhaaste beslissingen gemaakt worden. De touwtjes gaan wel in eigen handen genomen worden, maar er gaan geen overhaaste beslissingen gemaakt worden. Er gaat eerst balans komen tussen hoofd en hart. Dan gaan er keuzes gemaakt worden.
En dat zou wel een keer heel snel kunnen gaan. De Chariot is een snelle kaart. Dat is iemand die veel op de baan is. Ik weet niet of jij veel op de baan bent of uw persoon is veel op de baan. Het is net dat er iemand veel op de baan is om naar een ander huis te gaan kijken. Dus om het niet online te gaan zoeken, maar het effectief fysiek te gaan zoeken. Ja, nieuw leven, nieuwe liefde. Er gaan dingen uitgezuiverd worden. Het kan zijn dat deze persoon dingen aan het onderzoeken is, een detectieve aan het uithangen is, bespeuren naar liefde. Misschien ben jij aan online dating aan het doen. Het kan, omdat je zoiets hebt van, ik heb hier te maken met iemand die nogal heel erg gewond is. Ik ga misschien blijven stilstaan. Ik wil verder met mijn leven. Ik wil een tweede kans. Van hierboven kan het zijn, Waterman, dat jij misschien aan online dating aan het doen bent. Maar er wordt eigenlijk ook gevraagd om uw kracht terug naar u toe te trekken, om uw kracht niet weg te geven. Want het kan zijn, mocht deze persoon willen terugkomen, ook al werkt die persoon heel hard aan zichzelf, we hebben hier nog steeds die oneerlijke energie. Ofwel heeft uw persoon te maken met een oneerlijke persoon dan maar, als ik het zo mag zeggen. Ofwel kan het zijn dat uw persoon toch nog niet alles heeft getransformeerd, omdat deze persoon misschien toch nog het oneerlijke in zich heeft. Want hier wordt er gevraagd om uw power, uw kracht, terug naar u toe te trekken. Omdat er hier u iemand probeert te misleiden. Het kan een weegschaal zijn, hoeft natuurlijk niet. Maar ik voel toch met de weegschaalkaart dat er toch iets in balans gaat gebracht worden. Er komt balans, er komt karmische gerechtigheid. Voor mij is dat echt op stap gaan naar de online dating. Iemand die online gaat daten en die uiteindelijk elkaar in het echt gaan zien. Je hebt echt een zielscontract met die persoon. Het is een torenmoment. Het gaat plots out of the blue gebeuren. Maar hier is echt iemand. Ik heb hier 1, 2, 3, 4. Ik heb 4 grote arcana's in verband met transformatieproces. Wakker worden. Een awakening. Een torenmoment. Een shockmoment. Instorting van het oude. Ontwaken. Ik heb geen idee of jij het zijt, Waterman. En of het uw persoon is. Maar hier ligt wel een hevige, toch een ernstige transformatieproces. Er gaan antwoorden komen. Er komt een aha-moment. Inzichten. Innerlijke verschuiving. Iemand gaat hier echt een innerlijke verschuiving meemaken. Het kan zijn dat je Het kan zijn dat je te maken hebt gehad met iemand die nogal manipulatief kan zijn, die beperkingen heeft, die een soort van verslaving heeft, een soort van obsessieve gedrag heeft. Dat gaat hier allemaal uitgezuiverd worden. Dat gaat echt allemaal uitgezuiverd worden. Want ik heb deze kaart geclarified. En dit wordt getransformeerd, uitgezuiverd, wakker worden, een nieuw leven dat ingeblazen wordt. Misschien heb je te maken met een steenbok, hoeft natuurlijk niet. Of is het al aan de hang van in de steenbokseizoen? Vandaar die uitzichtloze situatie. Ik heb toch meer het gevoel dat uw persoon te maken heeft gehad met een oneerlijke persoon. Daar heb ik toch meer het gevoel. En het wordt allemaal uitgezuiverd, getransformeerd.
Ik hoop alleen dat uw persoon niet misleid wordt door deze oneerlijke persoon. Vandaar dat uw persoon dringend wakker moet worden. Maar die gaat ook wakker worden, want we hebben hier te veel kaarten van een aha-moment, een transformatieproces, een awakening. Negeren. Moest ik van u zijn, Waterman, als jij voelt, ik moet mijn persoon bellen, sturen, aandacht geven, niet doen. Want deze persoon is alles aan het oplossen, zal ik maar zeggen, en zou u wel een keer kunnen negeren. Dus probeer alles van uw persoon van zijn kant naar uw kant te laten doen komen. Maar aangezien dat ik voel dat er hier successen liggen, vooruitgang liggen, heb ik het gevoel van, ga jij gewoon verder met uw leven, met wat jij effectief wilt doen, en jij gaat die energie uitzenden en uw persoon gaat dat oppikken en gaat heel snel gaan transformeren. Ik heb hier de duivel opnieuw. Ah ja, met de strength heb je dat net ook getoond. Dit is iemand die echt wel toch die aantrekkingskracht heeft naar je toe. Het kan zijn dat uw persoon te maken heeft gehad met trauma's. Het innerlijke kind die nog moet geheeld worden. De wond die daar nog op zit. Ja, als je te maken hebt met een ram-energie, boogschutter-energie, schorpioen-energie. Dit is eigenlijk iemand die op dit moment het verleden achter zich wil laten, die ook een woelige tijd achter de rug heeft. En dit is eigenlijk iemand die dingen aan het plannen is, maar nog aan het wachten is. Dingen voorstellen, zich dingen afvragen. Hoe haak ik contact opnemen? Want er komt contact. Dat sowieso. Het kan misschien vanuit een flirtige energie zijn, vanuit een speelse energie, enthousiaste, vurige energie. Maar het kan zijn dat uw persoon zoiets heeft van, mijn waterman heeft heel veel opties. Maar toch gaat die persoon op het juiste moment wachten om actie te ondernemen. Dus je gaat sowieso van deze persoon horen. Het kan zijn dat deze persoon heel graag de controle vasthoudt. Vandaar dat je uw kracht terug bij u gaat moeten nemen. Sommigen onder jullie gaan deze persoon afwijzen. Gaan niet voor iedereen zijn, maar sommigen onder jullie gaan dit wel doen. Maar er worden hier dingen voorbereid, gepland, om de schepen binnen te halen. Is nu nog van alles aan het afvragen, emotioneel afvragen, fantaseren. Ik heb meer het gevoel, deze persoon is op dit moment aan het plannen, aan het fantaseren, hoe hij u kan contacteren, op welke manier. En ik voel dat het vanuit een enthousiaste, flirtige, intuïtieve, emotionele manier gaat gebeuren. Maar deze persoon zou wel een keer jonger kunnen zijn dan u, of is iets onvolwassener dan u. Het kan zijn dat deze persoon in het verleden, met dit hier, dit al moest gebeuren in de herfstseizoen. Maar nu natuurlijk, ja, iedereen bewandelt en beloopt zijn eigen pad op eigen tempo natuurlijk. De ene doet het sneller dan de andere, maar er moest eigenlijk al een serieuze schoonmaak gehouden worden in de herfstperiode. Deze persoon is daar effectief mee bezig. Sowieso. Ik ga misschien dit nog een keer clarifyen. Ja, let wel op. Als deze persoon zou terugkomen, kijk, travel. Er komt iemand naar u toe, sowieso. Kijk, let wel op. Deze persoon is wel aan het fantaseren, dingen aan het afvragen, confusing, verwarrend. Dingen aan het voorbereiden. Hij gaat sowieso communicatie krijgen. Maar het kan zijn dat deze persoon gaat terugkomen om te testen in hoeverre hij kan gaan.
Want de emoties, de intenties worden hier wel verborgen. Dit is ook iemand die moet leren om zich kwetsbaar open te stellen. Dus het zou kunnen, als uw persoon contact gaat opnemen, dat uw persoon u even gaat testen in hoeverre kan ik eigenlijk gaan met de silly games. Ik zie het niet goed. Ja, verzoening. Oké, Waterman, jij valt echt uit als een keizerin. Blijf ook in deze energie zitten. Deze persoon ziet u ook als een keizerin, maar ik heb zo sterk het gevoel dat die persoon... Die persoon wil een verzoening. Maar hij gaat het niet vertrouwen. Hij gaat er geen vertrouwen in hebben. Hij gaat kopzorgen hebben. Ik hoop gewoon dat deze persoon geen mind games gaat spelen door u wijs te maken voor een verzoening aan te gaan. Want het kan zijn dat uw persoon veel opties heeft. Maar het is ook iemand die vrij verwarrend is. Het kan zijn dat deze persoon gewoon in een illusie zit. Dat die denkt van, ik kan mijn waterman zomaar terugkrijgen. Want sommigen onder jullie gaan hem afwijzen. Dat heb ik wel het gevoel. Maar toch ligt er hier succesvol vooruitgang voor u, dat van stabiliteit biedt. Dus het kan zijn, sommigen onder jullie gaan heel erg gefocust zijn op zichzelf. Want ik zie dat sommigen onder jullie wel gaan verhuizen naar iets dat veel stevig is. Een stevige basis, kan een andere auto zijn, kan een ander huis of een appartement zijn. Je gaat echt gefocust zijn op jezelf en je gaat dat uitzenden. En die persoon gaat terugkomen en gaat testen in hoeverre hij kan gaan. Dus het zou wel een keer kunnen dat deze persoon mindgames gaat spelen of u dingen gaat willen wijsmaken. Hij zei totaalpakketje voor mij. Ik zie u als relatiemateriaal. Ik wil een verzoening met u. Maar jij zei ook aan transformeren. Uw intuïtie gaat ook zeer op punt staan. I know that I crossed the line with you. Ja, dit is iemand die weet van, ik ben hier wel wat te ver gegaan. Het kan zijn dat deze persoon oneerlijk geweest is tegen u, omdat deze persoon met trust issues zit, innerlijk kind, bond dan nog niet geheeld is. Kijk, wat er nog iets wil uitkomen. Is er nog een boodschap voor het collectieve Waterman van hun persoon? I love you unconditionally. Ja, toch heeft deze persoon toch wel heel veel liefde voor u. It's up to you, Waterman. Die persoon gaat wakker worden hoor, want hier zegt hij, I am grateful for the spiritual lesson. Dus je hebt deze persoon sowieso een les laten leren. Maar nu op dit moment heeft deze persoon schrik om contact op te nemen. Want hij is alles aan het voorbereiden, dus dingen aan het afvragen, fantaseren. Hoe ga ik het doen? In hoeverre kan ik gaan? Hij gaat u testen. Daar heb ik wel heel sterk het gevoel. Heel sterk schorpioenenergie, kreeftenergie, weegschaal, steenbok heb ik gehad, ram, kreeft. Wat heb ik hier nog? Stier heb ik hier ook. Dus dat zijn zo wat de sterke boogschutter. Dat zijn de sterke tekens die naar voren komen. Zo, Waterman, ik hoop dat deze reading duidelijkheid heeft gebracht. Dat je antwoorden hebt mogen vinden. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik wens jullie nog een fijne zondag toe. Dankjewel. Bye bye.